Coca-Cola is inderdaad het sterkste merk vandaag in de wereld. Het is een globaal merk. We zijn aanwezig in een 200-tal landen vandaag. Maar het is ook wel zo, en het is op die manier dat de mensen kijken naar Coca-Cola. Maar Coca-Cola vandaag is zeer sterk verankerd in de Benelux. We zijn intussen 125 jaar Coca-Cola, maar we zijn ook al 85 jaar in België en Nederland aanwezig. Dat is inderdaad zo dat je kunt zeggen, Coca-Cola bestaat 125 jaar. En het merk in C is niet veranderd. Als je kijkt, de contourfles, die toch een icoon is. De script, die met moeite ook maar enige aanpassing heeft gehad, is nog altijd zeer actueel. Nochtans is innovatie essentieel voor ons bedrijf. Innovatie, maar innovatie zien wij dan ook heel breed. We zijn gestart als een monomerkenbedrijf. En we hebben heel hard gewerkt, dankzij innovatie, om een veel bredere portefeuille te gaan aanbieden. Zowel in de frisdranken, in waters, sportdranken en vruchtensappen. Dus innovatie op dat vlak, op het vlak van merken. Innovatie ook op het vlak van wat we noemen flavors, smaken. Laat mij nu Coca-Cola Zero nemen. Coca-Cola Zero is een merk die wij gelanceerd hebben in 2006. Zeer succesvol, want zit nu terug bij de top 5 belangrijkste frisdrankenmerken wereldwijd. Maar er zijn natuurlijk een aantal momenten waarbij dat wij de consument verder kunnen overtuigen om de Coke Zero te gaan nuttigen. En een van de barriers is natuurlijk, een van de drempels is de cafeïne die in een Coke Zero aanwezig is. En dus hebben wij nu op de markt een Coke Zero Caffeine Free net gelanceerd. Dus we blijven verder gaan luisteren naar de consument. Het is essentieel, de consument staat zeer centraal. Gaan luisteren, gaan begrijpen wat leeft en op die manier gaan inspelen op de behoeftes die ze hebben. Mijn zonen van 18 en 16, die denken helemaal anders dan hoe ik dacht 30 jaar geleden. En het is dus wel heel belangrijk dat wij blijven begrijpen wat er leeft, welke de waarden zijn, hoe die evolueren. Want we leven in een heel snel evoluerende wereld. En dus dit begrijpen en daarop inspelen op een correcte, goede manier is zeer innoverend. En daar moeten we dag na dag aan werken. Dus dat aspect van innovatie is voor ons natuurlijk ook essentieel om een merk van 125 jaar relevant te blijven maken in de volgende 10 jaar, in de volgende 125 jaar zou ik zelf zeggen.